Vandaag rijden we van Spa naar Veilen in Nederland, via het Drielandenpunt. 'S Ochtends vooral korte klimmetjes en spectaculaire afdalingen. 'S Middags single tracks in het groene Noensterwoud. Het zwaarste deel is de klim naar het Drielandenpunt. En via de Epen- en mountainbike route komen we aan op de camping. Rudy, jij doet vandaag mee met Lucien Heroes. Waarom fiets je mee? Ja, ik ben ambassadeur van dit evenement en ja, ik vind dat ik mezelf gewoon moet tonen. En, ik zal morgen ook nog meedoen, dus echt gewoon een keer die sfeer proeven en kijken hoe het eraan toe gaat. Ik vind het gewoon een heel goed doel en zeker voor die kinderen, die hebben het gewoon heel moeilijk. En ik denk ook wel dat die onderzoeken zeker wel nut hebben, dus als daar wat geld voor nodig is en ik kan daar een beetje zomaar een bijdrage aan leveren, dan vind ik het wel mooi. Het is gewoon een prachtige uitdaging en zeker wat je in zo'n week meemaakt, dat vergeet je nooit meer, denk ik. Omdat je zo lang met een groep mensen optrekt en heel close bent met elkaar. En ook toch wel afziet in een week en daardoor onthoud je des te beter. En ik denk dat het ook wel een ultieme ervaring is. Waar jullie het allemaal voor doen, het geld voor ophalen, is voor onderzoek. Onderzoek wat succesvol is, om dat verder te krijgen, om dat zover te krijgen dat het straks ook gewoon voor alle kinderen die daar gebruik van kunnen maken beschikbaar is. Maar ook om nieuwe onderzoeken nog steeds te starten, om de techniek die er nu is te verbeteren, om te zorgen dat ook andere kinderen die nu misschien niet zouden kunnen profiteren van de geneesmiddelen die nu ontwikkeld worden, daar ook baat bij zullen hebben. En uiteindelijk ook is het geld belangrijk om te zorgen dat het zo snel mogelijk en voor zoveel mogelijk kinderen, niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd beschikbaar is. Hoe was het vandaag? Het weer wat mij betreft een 10. En ja, prachtige route. Ja, het was lekker vandaag. Lekker weer. Dus wat ben je nog meer? Zwaar. Veel tegen. Na die dag van gisteren was het zwaar genoeg, ja. Je verslikt je wel een beetje in het staartje, zeg maar. Dat was pittige Hollandse bergjes. Nou, wij rijden voor vier neefjes. Daar is de naam MMK ook gebaseerd. Dus het is Mike, Matthijs, Koen en Henke. En Mike is mijn zoontje, dus die heeft ook Duchenne. Hoe is dat om vader te zijn van een zoon die Duchenne heeft? Nou, het eerste wat hem opkomt is een woord met een K, maar dat zal ik me niet noemen. Maar het is niet makkelijk, laat ik het zo zeggen. Hij is nou 10, hij loopt nog wel, maar ja, het zijn korte stukjes, zeg maar 50 meter. Dus hij kan zich in huis redden, maar buiten moet hij met de rolstoel gaan. En dat is, als ik kijk met zijn leeftijdgenootjes, is het gewoon kloten.
En drie zussen die zijn draagster en die hebben allemaal een zoontje met Lucien. Zelfs één heeft er zelfs twee. Dus ja, die zijn een beetje dubbel getroffen. Je m'appelle Henk. En hoe is dat om in een familie deel uit te maken van een familie waar dat veel om voorkomt? Ja, nou ja, zoiets overkomt je. Het begint bij het oudste neefje, dan ontdek je het. En dan, alle jongens zijn al geboren en dan krijg je een onderzoek en DNA-onderzoek. En, ja, het overkomt je. Dus, hoe het is, kan ik niet zeggen. Het is gewoon, je hebt het eenmaal, de jongens hebben het. Nou ja, probeer het beste van te maken. Wat doet het met jou om zoveel renners te zien die allemaal voor Duchenne fietsen? Mooi, tuurlijk. Tuurlijk. Het is geweldig dat iedereen zich inzet voor dit doel. Ook voor mijn zoontje en zijn neefjes, voor alle jongens natuurlijk met Duchenne. Dus ik vind dat wel prachtig. Ja. Johnny, jij bent vandaag onze held op sokken. Ik bij deze overhandig je de helden sokken. Ja, dankjewel. Dat zijn hele mooie. Ik doe ze morgen aan. Waarom denk je dat jij vandaag de held op sokken bent? Nou, ten eerste is ik denk dat het begonnen is omdat mijn fiets is gejat, de eerste dag al. En vandaag drie etappes en drie keer op een andere fiets. Dus. Nou, heel veel succes. Geniet van de sokken. Ja, dat zal ik doen. Ik doe ze morgen aan. Morgen rijden we van Veilen naar Valkenburg door het mooie Zuid-Limburg. Delen van een bekende mountainbike-routes vormen de etappe. Het wordt een zware dag, onderschat het niet. Ruim 100 kilometer en bijna 2000 hoogte meter. Direct bij de start wacht er een steile klim. Ik daag je uit, zonder afstappen naar boven.